En jij zit hier omdat je waarschijnlijk uit de kraan moet bikken. De bedoeling is om langzaam door te bulken tot ongeveer 92 kilo. Ik ga jou een raadsel geven. Het kan echt. Hé? Bobo, wat heb je op? Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Hele fijne dag allemaal. Het is vandaag eerste kerstdag. Ik ben net wakker geworden. Gisteravond kerstavond gevierd met Roy. Die ligt nog te slapen, dus ik probeer een beetje stil te doen, want zijn kamer zit achter dat raam. Achter de camera zit zijn kamer A. En ja, man, we hebben gisteren een hele leuke kerstavond gehad met Roy's, met Roy's ouders gevierd. En nu ga ik zo naar mijn ouders toe gaan met vieren. We zijn even aan het opruimen, want we hebben echt een ravage ervan gemaakt hier in de serre gisteren. We hebben het echt weer ook zo laat gemaakt, jongen, dat is niet normaal. Oh. Ik vind het altijd een beetje spannend om te filmen rond de kerstdagen, want het is altijd een beetje lastig. Omdat na het editen wil het gelijk met de familie natuurlijk. Een beetje lastig content maken met, rond de feestdagen en zo, weet je wel. Maar dat maakt allemaal geen reet uit. En daar zorgen dus mijn dag is zoals mijn dag is. Dus we gaan het gewoon weer zien. Dit heb ik dan nu opgeruimd, maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, ook nog een pestzootje. Zo, deze heb ik vandaag ook nog wel gezien. De borrelnootjes, die kennen terug de snoeplijn. Oh, ik ben wel redelijk gaffie hoor, jongens. Want Edje, ik ben nu 2 dagen bij Roy geweest en wij krijgen onszelf niet naar bed als we zitten te lullen. En jij zit hier omdat je waarschijnlijk uit de kraan moet bikken, drinken. Eten wordt lastig. Kijk, ik ga het eerst een positie zoeken. En dan gaat hij daar drinken, let op. Ja, ga maar. Lekker drinken. Ga dan. Staat te hard, denk ik. Ga nu eens. Ja. Ja. En dit is zo raar dat dit beestje doet. Ik vind dit zo raar. Weet je hoezo? Bij hun eetbakken hier zo. Is dat zo'n waterfonteintje? Die wil even zijn verjaardag hebben gehad. Dus... Maar dat beest drinkt altijd uit de kraan. Dat als ik hier beneden kom, altijd zit hij hier met grote ogen aan te kijken of ik de kraan wil aanzetten. En dan zit hij gewoon lekker uit te drinken. Weet je. Kijk dan joh. Hij vindt dit helemaal lekker. Yo Roy, ik ga nog van tussenmaat. Heel erg bedankt voor de afgelopen dagen. Fijne kerstdagen nog. En van de week gaan we nog even chillen. En nog maar scheten laten. Ik heb er nog krant van. Fijne dagen, maat. Yo. Okke belt me. Ik vier morgen de kerst met Okke's kant. Met, waarvan ik familie ben van Okke. Mijn kant van de familie met Okke. Ja, vier ik morgen. Yo Okke. Mooi. Ja, hey, Don, ben jij vanmiddag in de dip? Ja, ik ben bij mijn ouders, ja. Oké, volgens mij is er een pakketje bij jou afgeleverd, van mij. Oké. Okay. Wil jij die dan meenemen? Ik kan hem even ophalen. Ik neem hem wel even mee, ja, is goed. Is goed, oké, okay, thanks. Hey, fijne dagen, pik. Yo, yo. Jij ook, tot dan. Tot vanavond. Over dat pakketje ophalen, ja. Vanavond ben ik mijn ouders kant. Dat zeg ik allemaal, ik ben echt verstrooid. Zo laat zijn we naar bed gaan. Vanavond met mijn vaders kant van de familie en morgen met mijn moeders kant van de familie. Dus wat gewoon wel leuk. Even lekker bijlullen, iedereen zien en zo. Helemaal goud. Nou, ik ga Roy's pot nog even helemaal vol schijten. En dan ga ik naar huis. Kijk wat Roy ook buiten heeft staan. Dit zijn 2 dozen. Helemaal vol met gloednieuwe kattenhuizen, kattenkrappalen. Helemaal elektrisch, een soort kattendorp. Wat lijp! Dat was ik helemaal vergeten, jongen. Ik heb in de achterbak een knijtergrote bal liggen. Zo'n vuurbal, jongen. Nou, helaas geen vuurbal, maar... Nou, trouwens, dat is niet fijn als het een jaar oud is. Nou, wat zeg ik allemaal. Ik heb zo'n grote aluminiumbal. Moet kijken, jongen. Zie je hem liggen? Dat was ik helemaal vergeten, joh. Die ligt er al een paar dagen. En ik hoop niet dat hij van de wind van draaien helemaal uit elkaar klettert. Ik zie die mensen ook. Op de hele ga ik echt strijd met dat ding. Dan ben ik echt 2 keer gestopt om te zorgen dat dat ding niet uit elkaar pleurt. Dus als het goed is, ligt het nog helemaal goed. Nu wapt er ook niks vanaf en gaat niet kapot en waait niet uit elkaar. Het is gewoon een aluminiumfolie, zoveel bij elkaar dat bijna 50 kilo is. Ha! Compleet nutteloos, maar fantastisch! Oké, jongens, ik ga toch heel even stoppen. Om heel even te kijken naar die bal. Kijk, als er allemaal stukken aluminium vanaf vliegen, heeft ook geen zin. Let op, gaat die toeteren. Perp, perp. Of heb ik ja, hey. Kijk eens, dit gaat loswaaien. Het gaat wel vasthouden als ik het een beetje aandruk. Jongens, hebben we regen met kerst allemaal? Hebben we gewoon regen? Hebben we niet eens sneeuw, niet eens vorst? Het is toch bar en boom. You want some meat, bro? Kijk dit bedoel ik dus. Nou, weet je wat het is? Gaan we rijden, ik zie het wel. Ik kan dat wel meer stoppen, volgens mij is het wel goed.
Ik hoop het. Zo, tijd voor de Strongman Challenge. Hij heeft het overleefd hoor. Hé, hey, kijk er eens. Helemaal losgewaaid. Hij is glad, want hij is nat. Merber. Ik kan hem niet tussen de oorbellen kappen. Armen, kut. Let me be. Hoppa. Zo, mooi zitplekje buiten voor de rokers. Oké, ik ga me zo lekker opfrissen. Dan ga ik naar mijn ouders. Maar eerst gaan we even kijken in de gym. Jullie willen niet weten hoeveel motivatie en discipline sowieso ik heb om nog harder te gaan rammen met trainen straks. Nu, trouwens, het weer zegt, ik kan het niet over uit. Ik heb niet heel vaak over het weer. Nou, soms, het ligt eraan. Het is nu kerst. Nou, wat lul ik allemaal weer. Ik heb zoveel zin om hier te gaan rammen. Ik train ongeveer 3 keer per week en dan train ik echt zwaar 2 uur lang. Want ik moet daar echt gewoon tijd voor vrijmaken. Maar als dit straks af is, weet je, dan kan ik gewoon net wat vroeger opstaan. Dan heb ik de juiste apparaat en dan kan ik in een half uur even snel rammen. Weet je, alles maar een half uurtje. Natuurlijk probeer je altijd gewoon een volledig uur keihard te rammen. En het is zo leuk om nog steeds progressie te zien. Ik ben nu dik in de 87 kilo. Dus ik ben echt dik 17 kilo aangekomen nu. En ik heb nog helemaal niet gekeken of het eigenlijk een goede gymlight is, dit. Ik ben er nog lang niet en mijn vetpercentage is natuurlijk ook best wel hoog. Maar, hey, harde work wordt gewaardeerd. Is dit goede gymlight? Nou, op zich. Op zich. Ja, ik ga 2-3 maanden van tevoren ga ik droog trainen. En ik hoef niet per se gord droog te zijn. Maar ik wil echt wel lekker droog zijn, weet je wel. Dus gewoon niet dat ik water over mee krijg of zo. De bedoeling is om langzaam door te bulken tot ongeveer 92 kilo. 92, dat is voor mij echt onvoorstelbaar. Eigenlijk gewicht wat ik nu al ben. En als ik dan 92 kilo ben, dan probeer ik mijn vetpercentage een nieuwe hoogte te hebben. Dat is wel echt uit spier, dus ik ga er heel lange tijd voor nemen natuurlijk. En misschien dat het niet deze zomer lukt als ik droog ga, maar misschien die zomer daarop. En dan ja, gaan we het zien. Jongens, ik kan er niet over uit. Echt, voel je je niet goed in je vel, ga gewoon trainen. Na een paar maanden, als je een sterk lichaam hebt, word je mind ook automatisch sterker. Het is zo raar hoe dat werkt. Ik heb nog nooit zo goed in mijn vel gezeten. Heel gek. Echt door trainen. En door bepaalde andere aanpassingen in mijn leven. Maar echt door trainen. En ik ben er nog niet eens. Niet eens bijna. Socrates heeft dat een keer gezegd. Een quote van wil je echt doodgaan als je nog nooit de volledige potentie hebt gezien van een man. Van het lichaam van een man. Dat is echt waar. Want het is super vet om dat te zien. Wat je lichaam kan. En hoe ver je jezelf kan pushen. En gaandeweg leer je ook dingen over jezelf. Met discipline. En doorbijten en zo. Ik ben al niet eens bijna hoe mijn fysiek eruit moet zien. Maar het helpt. Het is therapie. Het helpt. Het werkt. Het is zo lekker. En daarom ga ik gewoon volle bak door aan het nieuwe jaar. En dan ga ik hier echt 5-6 keer per week trainen hoor. Dan hoef ik nergens heen te rijden. Hoef ik niks groots ondernemen om mijn geheim. Het is ook echt bedankt voor de support. Dat dit allemaal kan. Bizar. Ik ben echt benieuwd wat mijn max is qua lichaam. Hoe groot ik kan worden. Natuurlijk. Ik zal nooit aan de zooi gaan. Want ik moet natuurlijk al opletten. En dat vind ik ook doodeng. Je hele hormoonhuishouden door de war. Zou ik nooit. Oh. Zou ik echt van wakker liggen. Dan krijg ik al maar 1 spuitje wat geen schade kan doen of zo. Oh. Al die troep joh. Vind ik helemaal niks. In januari zal dit ergens af zijn. Nou, het is natuurlijk eind december nu. We gaan het zien. Ik ben zo veel zin in. Ook in de rest van de tijd natuurlijk. Maar dit is echt. Dit wordt mijn tempel. Dit wordt gewoon mijn heiligdom. Oké, ik ben helemaal fresh. En dan nu is het tijd om kerst te vieren met de fam. Pa, ja. Ik ga jou een raadsel geven. En hij is heel simpel, dus denk niet te moeilijk na. Want als je moeilijk erna na gaat denken, dan ben je de lul. Ik heb 25 minuten over dit raadsel gedaan. 25 minuten. Ik denk minstens de helft. Okay, ik ga het met nootjes doen. Ja. Maakt niet uit dat het nootjes zijn, maar het gaat om de hoeveelheden. Je hebt 1. Je hebt hier 2, dan heb je 3. Zo. En hier leg je 4 neer. Jij denkt nu echt, wat gaat er gebeuren, hè? Nee hoor. Nee? 1, 2, 3 en dan ga je hier een stringetje van 4 neer. Een stringetje, ja. Was het maar, een stringetje. Okay. Je ziet hier, pa, het raadsel is echt enorm simpel. Althans, dat zegt iedereen. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu moet jij ervan gaan maken. 1, 2, 3, 4. Door 1 nootje te verleggen. Succes. Oké. 1 nootje mag je maar verleggen. Geen allesje onder het gras. Het kan echt. Even deze een beetje dichter bij elkaar leggen zo. Dan zie je de groepen beter. Door 1 nootje om te leggen, hè? Ja. Ja. 1, 2, 3, 4. Zo, heel snel. Je bent nu dus absoluut ver uit degene die het snelste heeft gedaan. Ja, ik heb niet de tijd opgenomen, maar ik denk oprecht in 40 seconden of zo. Ja, dat zal best. Ik moest even nadenken. Wat slim. Maar snap je dat je hier heel lang kan op blijven hangen? Ja. Ik snap hem niet. Nee? Ik kwam er niet achter. En ik zei, ik blijf best lang zitten dat ik hem heb. Ineens. Mijn blokkade was van, ik wil ze eerst opvreten. En toen ik dat had overwonnen,
Te anders heb je in 20 seconden. Ja, ik weet het niet. Het is een kwestie van het ineens zien. Dat is al vaker met iets. Ja. Of je ziet het en als je het niet ziet. Dus. Bobo met oma. Hè? Ja. Maar misschien is het leuk om dit ook even met een ander te doen. Ja, met Stefan of zo? Ja. Steef, jij bent hoogbegaafd. Ja, maar ik ben niet helderziend. Jij hebt bovengemiddeld hoog IQ. Nou, jezus. Oké, je hebt hier 1, 2, 3, 4, hè? Ja. Maar dit moet worden 1, 2, 3, 4. Door één nootje te verleggen. Geen addertje onder het gras. Hé. Succes. Het kan echt. Hé. Bobo zit half oma open te krabben, volgens mij. En, maar met één nootje, of mag ik... Nee, niet per groep. Echt maar één nootje. 1, 2, 3, 4. Ja. Door één nootje te verleggen. Dat kan toch helemaal niet, man. Kijk, Romeinse cijfers. Nee, ook niet. Dat lijkt wel Expeditie Robinson om dit... Ja, dat is een opdracht. Ja, het kan echt. We naaien je niet. Het kan echt. Ja, maar dit moet dit 4 worden. Dat kan toch helemaal niet. Ja. Het kan echt. Het kan echt. Eén nootje maar. Wacht even. Ja, je gaat hem hebben, denk ik nu. Nee, maar kijk, zo wordt het 4. Je bent de wildboot. Ja. Maar dan krijg je 4-3-3. Ja, dat is voetbal. Ja, nou, dan heb je... Nee, dan... Ja. Je zit wel in de goede hoek. Ja, maar dan moet het zo. Kijk, maar dan wordt het... Ja, 4-3-3. Je zit wel... Oh, wacht even. Ja, zo. Ja, je hebt hem. Hey! Ja. 2 minuutjes, hij hebt hem. Ja, zie je? Je gaat veel te moeilijk nadenken. Ik krijg het ook. Ik heb hier zo op zitten breinbreken. Ik denk, dat kan toch niet? Het is zo simpel dat je het niet ziet of zo. Oké. Maar snap je het nu? Next, ja. Ja, goed hè? Bobo. Kijk. Bobo, wat heb je op? Wat heeft mama nou voor je gekocht? Als ik buiten ben geweest, zo. Kijk eens. Hoppatee. Wat is dit? Kijk eens. Kijk dan. Nou, kom ik toch naar net of je op een paard gaat rijden, he. Het lijkt wel zo'n paardding. Maar kijk, dat kraagje kan zo. Je kan hem ook zo. Kijk, zo. Hallo. Hey Bobo. Hey. Lopende worm. Ja. Maar dit is dus om er natte vacht in te dekken. Ja. Als je weer binnenkomt naar een regenbui. En nu komt de welbekende Bobo Death Stare. Als het nodig is... Staart ze 2 uur lang mijn vader aan. En blijft ze om mijn vader heen hangen, omdat ze eruit moet. Kijk, ja, er staan, jongen. We gaan zo naar buiten. Kijk, er staan. Ja. Ze kan zo uren kijken. Ja. 5 minuten, want anders plas ze in de broek. Die Bobo, jongen. Kijk dan, focus, jongen. En mee naar buiten. Kijk die hond, joh. Die wil zo graag pissen. Ja, ik ga je niet langer martelen. Je vader gaat opstaan. En mijn schoenen aantrekken en mijn jas en dan gaan we. Plasje doen? Plasje doen? Nou, kom op dan. En ze weten het hoor, en ze weten het. Kom maar dan. Hop, trouw achter, trouw viervoet erachteraan hoor. Strak achter pa. Zo ja, dames en heren, ik ben weer te Hause. Echt een heel lekker normaal dagje vandaag. Gewoon een doodnormale kerstdag met... Ja, de family van mijn vaders kant, hartstikke gezellig. Veel gelach, veel bijgepraat, serieus, grappen en gollen. Ja, was op zich echt wel gezellig. Morgen met de moederskant van mijn familie, dat is Okke en zo, weet je wel. Morgen ga ik ook eerst met Okke even hele vette content maken. En daarna gaan we uit eten in de plaatselijke kroeg hier, dus dat was echt super gezellig. Op feestdagen vind ik het altijd een beetje lastig om vlogs te maken. Omdat het vaak gewoon hele normale dagen zijn, dat je met de family bent, weet je wel. En ik plan dan niks, omdat ik gewoon echt tijd wil maken voor mijn familie. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen begrijpen. Ik ga morgen lekker vroeg opstaan en dan ga ik eerst lekker mijn vlogje editen. Gaan we Okke en ik dikke content maken en dan lekker met de fam chappen. Ik hoop dat jullie ook gewoon een hele fijne dagen met het gezin hebben gehad en met de familie. Kerstdagen. Poh, einde van het jaar komt aan. Wat een jaar ook dit. Oh, het is nog niet voorbij, maar wat een jaar ook dit. Jezus. Dat geldt ook voor jullie. Wat een jaar ook. Wat een bizar jaar. Gewoon überhaupt voor iedereen, denk ik. 2022 is best wel een lijp jaar. Gewoon het jaar weer na COVID en zo, als je erover nadenkt. Ik ben kapot. Ik ga lekker pitten. Ik ga heerlijk me kussen. Helemaal. Vol kwijlen. Zo moe ben ik denk dat ik echt gewoon helemaal... Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Nogmaals, ik hoop dat jullie hele fijne dagen hebben gehad. Ik ga jullie morgen zien om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Laat het toppen! Maak je foto van de voorbeeld.
gewoon kijken. Ja. Je trapte er niet in.